suave. Bésame, bésame. Stage houdt zich bezig met het verzorgen van stageplaatsen voor Nederlandse studenten die waarde hechten aan een goede stage, maar die ook waarde hechten aan goede huisvesting, vergunningen en allerlei faciliteiten tijdens hun stage. Het is vrijdagmiddag, het is de dag waarop nieuwe studenten aankomen. Ik ben nu op weg naar Hato om de studenten op te halen en ze naar een studentenhuis te brengen. Het werk bestaat eruit om de juiste stageplaatsen te werven en aan de andere kant om met studenten in contact te komen en die studenten te helpen om op de juiste stageplaats terecht te komen en ze vooraf te informeren over wat het betekent om stage te lopen in het Caribisch gebied. Als je mij vraagt waarom studenten juist wel of juist niet zouden moeten kiezen voor een stage in het Caribisch gebied, dan is het heel belangrijk dat iemand die dat overweegt, dat hij goed nadenkt wat de consequenties zijn. Dat het dus niet alleen maar mooi weer is in het Caribisch gebied en dat iedereen vrolijk is. Veiligheid is een heel belangrijk issue. Je zult je echt heel sterk moeten aanpassen aan de, laat maar zeggen, Zuid-Amerikaanse omgeving waar je in terecht komt. Je bent herkenbaar als buitenlander. Je bent herkenbaar als jonge, vaak nog wat naïeve toerist in het begin van je verblijf. En op het moment dat je je realiseert dat je in een andere omgeving bent, waar de verschillen tussen arm en rijk veel groter zijn, zul je je daarnaar gaan gedragen. En dan kun je er vrij zeker van zijn dat je gewoon een hele positieve tijd tegemoet gaat. De samenwerking met TIO is voor ons een hele belangrijke, omdat we merken dat het TIO College veel waarde hecht aan buitenlandervaring voor hun studenten. Ik heb het alarm niet ingesteld, maar het zit er ook op. Zal ik zo even uitleggen? En? Ventilator. Beter. Dit is de keuken. Met de deuren naar de achterkant. Helemaal geweldig. Ja? Nou, hij ziet er mooi, joh. Dat weet ik.